De Sint-Jozefschool is verkocht en dat is goed nieuws, hè? Dat is heel goed nieuws, daar zijn we heel blij mee. De Sint-Jozefschool is een heel mooi karakteristiek pand in Nes aan de Amstel. Stond nu sinds 2 jaar in de verkoop, kleine 2 jaar. Diverse initiatieven zien voorbij zien komen. En we zijn nu heel blij dat het gelukt is om in feite de verkoop te realiseren en tegelijkertijd ook het pand in stand te houden. Aan wie is het verkocht? Verkocht aan een particulier, die gaat er wonen en zijn bedrijven uitoefenen. En kan daar in feite ook heel goed zijn bedrijven uitoefenen. Maar inderdaad, het is wel een gemeentelijk monument. Dus het pand moet in stand blijven en dat hebben we dus ook op die manier geregeld. Had u niet liever het gebouw behouden voor Nes aan de Amstel, voor een culturele activiteit of zo? Nou, wij behouden in feite het gebouw nu voor Nes aan de Amstel. Ja. In oorspronkelijke staat, zoals het vroeger ook gebouwd is in 1921. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat is volgens mij ook het belangrijkste voor Nes aan de Amstel. Dat er vervolgens ook gewoond gaat worden, is prima. En wellicht dat in de toekomst ook cultureel ingezet kan worden. Maar het behoud van het pand is natuurlijk het belangrijkste voor Nes aan de Amstel. Denkt u dat de dorpsraad van Nes aan de Amstel er blij mee is? Nou, daar ga ik wel vanuit. Nogmaals, zo'n pand op die locatie aan de Amstel, met de ronde hoep daar weer achter, is een hele mooie, bijzondere locatie. Het pand is heel karakteristiek. Gemeentelijk monument, hebben we ook niet voor niks gedaan. En dat blijft nu behouden, dus ik denk dat de hele Nes daar blij mee kan zijn. En dorpsraad Idemdito. Ja, maar het was een monument, dus het mocht sowieso niet afgebroken worden. Nee, maar dan is het natuurlijk zonde als het niet in gebruik is. En het is zeg maar tot 1975 in gebruik geweest als school. Daarna is het gebruikt als woonruimte, atelierruimte, maar het heeft ook tijden leeggestaan. Dat is natuurlijk zonde, een mooi pand wat leeg staat. Dat kan ook op een gegeven moment gaan verpauperen. Dat willen we eigenlijk voorkomen als gemeente. Zeker bij dit soort karakteristieke panden. Dat is nu gelukt, er komt nu een invulling voor. En in feite ook een goede investering inwendig in het pand. En in feite een hele mooie opvulling.